We zien hier de atlasvlinder, de Attacus atlas. Dat is een van de grootste vlinders ter wereld. In de vlindertuin vind je geen vlinder met grotere vleugels. De atlasvlinder heeft namelijk het grootste vleugeloppervlak ter wereld. Vanuit de Filipijnen wordt deze soort elk jaar naar Waarland gehaald en ze ontpoppen zich deze week. Nou, hij is eigenlijk zo bijzonder. Het is een van de grootste vlinders ter wereld. De vleugelspanwijdte is, nou, die kan wel 25 tot 30 centimeter worden. Je ziet het ook aan mijn hand. Dan zie je ook inderdaad dat het gewoon echt een hele grote vlinder is. Hij is heel apart. Het zijn eigenlijk de vleugels zijn eigenlijk een soort van slangenkoppen. En die zorgen er eigenlijk voor dat de vogels, dus zeg maar, hun vijanden, ze eigenlijk niet opeten. Opgegeten worden ze dus niet zo snel. Maar dat komt ook omdat ze hooguit 2 weken leven. Ze hebben geen tong, ze hebben geen roltong. Ze hebben zich eigenlijk helemaal volgegeten. Dat is rups in het rupsstadion. En nu zijn ze eigenlijk alleen nog maar voor de voortplanting.